ijzige stilte in Hardingsveld tijdens de stille tocht voor Mariana. Het 14-jarige meisje pleegde zelfmoord omdat ze zwaar werd gepest. Ouders Corita en Ed blikken nu terug op de zelfmoord van hun dochter om anderen voor hetzelfde lot te behoeden. Mariana had eigenlijk een hele leuke dag. Ze had lopen bouwen nog 's middags met vrienden. Ze had 's avonds nog cadeaus besteld, kerstcadeaus besteld voor de vrienden. En ik ga de hond weglaten, ze roept ik zie je zo. En ik kom terug en ze is er gewoon niet meer. Dus dat is gewoon onwerkelijk nog steeds. Ik heb nog steeds gevoelsmatig het idee dat ze over een paar dagen terugkomt. Ze is gewoon doodgepest. Ze heeft geen zelfmoord gepleegd. Nee, ze is doodgepest. Dat is hetgeen wat er gebeurd is. De laatste paar jaren was het echt om de kledingstijl en om de dingen waarvoor ze opkwam. Voor haar geaardheid en dat soort dingen. En dat bleef eigenlijk continu doorgaan. We hebben één zomer gehad. Dat is ze heel de zomer eigenlijk alleen maar binnen geweest. Omdat ze tegenover hier in het speeltuintje zaten. En als we dan ook een melding deden of zo. Tegen de politie waren ze natuurlijk al lang weg. Als je gepest wordt, laat horen dat je gepest wordt. Krop het niet op, maar ga naar iemand toe. Eén woord kan soms genoeg zijn om in ieder geval aandacht te krijgen voor jezelf en voor hulp. Ze moet dit echt als enige uitweg hebben gezien. Dat kan niet anders. Terwijl iedereen echt zoiets had van ze zal het nooit doen, want ze is zo sterk. Want ze heeft tot op de laatste dag helemaal haar eigen stijl gehouden en haar eigen dingen gedaan. Maar er is toch iets gebeurd waardoor ze het niet meer zag zitten.